Waar zijn de postzakken? Ja, Valentijn en ik, de perfecte combinatie. We zijn vast de hele ochtend bezig geweest om brieven te sorteren. Ja, 12 voor mij, 18 voor Ludo en 30 voor Nina. Dankjewel, Roze. Maar voor jou, nee. Nee, geen post. Niets? Nee. Koffie? Heeft die posteractie voor Nout nog iets opgeleverd? Nee, niets. Heb jij nog iets gehoord? Nee. Nina is helemaal kapot. Volgens mij slaapt ze totaal niet. Ze wil geen seconde bij Nout vandaan. Lief. Ja, dat is wel lief, maar ik denk dat het wel verstandig is als ze een keer een nachtje thuis slaapt. En een beetje. Deze stak nog in de brievenbus. Moet net bezorgd zijn. Staat er een naam op? Ja, Lucas. Lucas? Ook ja, Rosa. Voor Lucas, mijn Valentijn. Is dat alles? Nou, meer heb ik niet nodig. Voor Edwin is dit echt al een enorme stap. Wie zegt nou dat het ding van hem is? Hier, dit is het handschrift van een meisje. Nee, hey, dit is een handschrift van een jongen die op jongens valt en dat eindelijk durft toe te geven. Wat ben jij aan het schrijven? Ik schreef net dat ik mee eet vanavond. Ga je niet iets Valentijnsachtigs doen met wiet? En wat is iets Valentijnachtigs, mam? Nou, ik mag geen lelijke dingen zeggen van mijn moeder, maar ik neem aan dat je zelf ook wel wat kan bedenken. Uit eten of zo. Ja, of zo. Nou, ik ga hokje. Later. Ik denk wel dat wiet ergens op rekent, schat.